Wauw. 2 april 2019. En het gaat vandaag gewoon gebeuren. En kijk, we zijn hier in 1931 en dat is het congrescentrum in Den Bosch. En vandaag vindt The Next Learning plaats. En niet zomaar een event, nee, dit is het grootste lerende event van Nederland. Het gaat over leren, over de volgende stap in leren. En vandaag zijn er fantastisch veel bezoekers. Meer dan 800 mensen komen vandaag praten over de volgende stap in hun professionele organisatie. En we hebben 4 thema's, we hebben 40 sessies, we hebben meer dan 25 partners. En mijn naam is Donatello Piras en ik mag dagvoorzitter zijn. Dus ga je met me mee naar het podium en dan gaan we deze fantastische dag starten. Ga je mee? You ready for the revolution? Dames en heren, van harte welkom bij The Next Learning, de 20e editie 2019! Welkom op de playground van het Next Learning event. En kijk om je heen, je ziet hier de partners die dit event mede mogelijk gemaakt hebben. Dit is de place to be om kennis te delen, de nieuwste trends te horen die jij je mee kan nemen naar je organisatie. Ga je mee? Dressed up in orange. Ready to go. So ladies and gentlemen, give him a big round of applause. Let's hear it for Elliot Macy! Hello, 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 can you hear me? Okay, can you hear me over here? Hello, ET is what I hear the name is. It is a fascinating moment to be talking to a group in the round. Do me a favor for a moment, stand up. And I want you to talk to the person next to you to say hello while spinning in a circle. So say hello and turn in a circle. Okay, now keep standing. It's a little different. You were looking at them and suddenly you were looking somewhere else. And somewhere you were looking somewhere else. And I would argue this is the moment that we live in right now. The world around us is spinning. Our field is spinning. Our technology is spinning. Wat een drukte, hè? Zoveel professionals en zoveel gezelligheid. En al die mooie gesprekken over leren.